Maar dat doe ik niet. Dus ik heb nu echt gewoon een regime van 10 uur echt beginnen. En dan ja, gewoon tot een uur 5, 6. En dan ben ik ook wel, ja, gewoon een week. Ja, en het is echt, en dan wel 7 dagen in de week. Dus het is wel niet als ik een deadline heb. Dus echt, en ook dan werk ik ook vaak eigenlijk nog wel heel eerlijk gezegd, 's avonds. Ik werk beter 's avonds dan of 's nachts. Maar ik doe dat gewoon niet meer, jongen. Ik val om op een gegeven moment. Dus dat, ik heb mezelf aangeleerd om gewoon een dagstructuur in te gooien. En dat werkt ook wel. Dit boek is eigenlijk in een dagstructuur. En dat is wel grappig, want ik woon dus in Singapore en verhuis naar de Cayman-eilanden. Nou, dat is een stad van 6 miljoen naar 50.000 mensen. Het is gewoon een soort Alcatraz. Dan had ik een zelfgemaakt bureautje. En de enige afleiding die ik had met mijn huisgenoot was het bezoek van een pelikaan. Die noemden we waterhaas. En, want dat leek op een soort haas. En wat de kleur had en noemde dat het klopje. En kip. Dat was een van de witte wijven. Die noemde de kip. En dat was de afleiding. Dus dat ik soms aan mijn ontbijt met haar en een roommate. En nou ja, zaten een koffietje te drinken en dan ging zij aan het werk. En dan is daar gewoon helemaal niks te doen. Dus het is om te schrijven. Is het ook een beetje. Ja. Dus ik ga er ook zeker weer terug. De fiets staat er ook en ik heb een hele gezellig huis genomen, dus we hebben veel lol, dus dat is heel leuk. En ik wil mijn boek nu ook, mijn volgende boek gaat zich zeker situeren in het Caribisch gebied, dus dan denk ik, ja, nu leef ik daar. Hoe handig is het dan weer om decor Cuba bijvoorbeeld? Hoe leuk is Cuba? Ja, want die vibe daar en dan kan je, en ik ontmoet daar ook weer allemaal gekke mensen, dus dan denk ik, oh heerlijk, ik weet al helemaal weer, de setting heb ik al te pakken in ieder geval, de locatie, dat was, maar een hele goede vraag, ja, helemaal de andere kant op.